100 meter nog. ...30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de King Lavec prijs... ...en de auto klapt de vleugels toe. En het is in het midden Salvador Spendik... ...aan de buitenzijde Super Queen Pine. Super Queen Pine probeert de leiding te nemen. Dat lukt ook. Uitgeschakeld paard nummer 2, 2 galop. Zico Express maakt de galoppaden... ...en betaalt daarvoor de tol met uitschakeling. Situatie als de deelnemers de laatste ronde ingaan. Paard nummer 1, 1 galop. Zelfs een highkant uit koers is dat Super Queen Pine het commando heeft. Op de tweede plaats Salvador Spendik. Derde positie Yucatan River. Vierde plaats op afstand Your Latest Trick. En vijfde is Jasmine Wonder. En zo gaan de paarden de bocht door op weg naar de overkant van de baan. Met nog altijd Super Queen Pine. Super Queen Pine een lengtevoorsprong. Salvador Spendik op de tweede plaats. Derde positie voor Yucatan River. Zo zijn ze al in de laatste 1000 meter van de King Lavec prijs. Vierde positie is voor Your Latest Trick. En vijfde onveranderd Jasmine Wonder. Paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Met nog altijd Super Queen Pine. De dochter van Goodmals Wood. Die een lengtevoorsprong heeft op Salvador Spendik. Salvador Spendik, een zoon van Spendik, die wordt gevolgd door Yucatan River, een nazaat van Incredible Hulk. Deelnemers gaan de laatste bocht in en nog altijd dezelfde situatie op kop. Super Queen Pine, lengtevoorsprong Salvador Spendik, Yucatan River derde, Your Latest Trick vierde. En vijfde is Jasmine Wonder en de paarden zijn op dit ogenblik dan in de laatste bocht. Waarbij Super Queen Pine nog altijd leidt. Super Queen Pine een lengtevoorsprong. Salvador Spendik op de tweede plaats. Yucatan River ligt derde. Dan ontstaat er een gat van 2 lengten tot Your Latest Trick en Jasmine Wonder. Laatste rechte lijn is bereikt. Nog 400 meter koers. Super Queen Pine van kop af heeft 1,5 lengtevoorsprong. Salvador Spendik op de tweede plaats. Yucatan River wordt naar buiten genomen voor een aanval. Maar het is aan de binnenkant nog altijd Super Queen Pine. Die een lengtevoorsprong heeft. 1,5 lengte. Op de tweede plaats Salvador Spendik. En aan de buitenzijde Yucatan River. Deelnemers in de laatste 100 meter. Maar de situatie blijft zoals die is. Super Queen Pine wint het. Super Queen Pine met Langeweg Junior. Tweede plaats Salvador Spendik. De derde plaats voor Yucatan River. Vierde is Your Latest Trick. En op de vijfde plaats Jasmine Wonder.